Vorige week was in FC Groningen TV de introductie te zien van All-Stars FC Groningen. 20 weken lang trainen 60-plussers op de velden van VV Hogezand, mede onder de vlag van FC Groningen in de maatschappij. Ik vind het erg leuk om in beweging te zijn. En ik hoorde op Radio Noord dat All-Stars voetbal hier is. Er heb ik een paar keer een advertentie in de krant gestaan. En ik voetbal zelf ook nog. En ik mag heel graag bewegen, dus dit lijkt me heel leuk om te doen. En ook de sociale activiteiten. En ik vind heel goed van FC Groningen dat ze dit initiatief genomen hebben. Na de fitheidstest krijgen de deelnemers in de kleedkamer een FC Groningen trainingspak. En dat is meteen een primeur, maar dat zijn de trainingspakken die de selecties van FC Groningen volgend seizoen gaan dragen. Ik zeg, ik heb belangrijk. Ik heb Kunnen wij door ook in? Of zo? Hele moderne, hè? Ja. Hey Piet, het zijn hele mooie moderne schoenen die je daar hebt. Ja, zeker, moest je eens kijken. Ja. Ik zeg net, Mick, is dat... heb je je clownenpak ook bij? Maar die staan je vast heel mooi, deze. Ja, deze trek ik ook aan. Als ze passen, hè? Ja, dat is de eerste keer dus dat je ze aan hebt. Ja. Ik had helemaal niks meer. Dus ik denk, moet Mick maar in bellen dat die wat meeneemt voor mij. Nou, dat is gelukt. Terwijl de overige deelnemers gewogen en gemeten worden, heeft Piet Fransen zijn outfit aangetrokken, inclusief zuurstokroze kiksen. Piet, ze passen goed? Ja, ik heb een nekel aan als voetballer met zulke voetbalschoenen loopt. Hij loopt er zelf mis. Ja, ik heb net zo'n idee... Kom dan filmen, hè? Dus. Ik heb net zo'n idee dat ik een beetje bij Fokko Kromer euro zo. Ja, dat had je dus nooit gedacht, hè? Dat je hier een keer op zou lopen? Nee, zeker, man. Nooit. Nooit van mijn leven. Wat voor voetbalschoen had jij zelf vroeger? Ik had vroeger altijd Adidas. Echt de zwarte, toch? Ja, en toen Tony Vallejo met Kwik begon, als vertegenwoordiger, toen vroeg hij mij van, je moet ook even op de Kwik. Hij zei van, jij bent de enige die Adidas draagt. Ik zei, maar dat is de enige die betaalt. Prijskaartjes hangen er nog aan. Ja, de prijskaartjes hangen er nog aan. Ja, mooi. Ik heb het afgehaald. En dan blijven reclame lopen. Ja, we zijn de jongens niet meer. Dus, maar ik probeer dit een beetje op te pikken. Nou, dat is een mooi initiatief, hè, dat dit kan. Leuk initiatief. En, uiteindelijk, ik heb begrepen dat straks ook naar het amateurvoetbal overgebracht moet gaan worden. Ja. Dat zijn 20 lessen en dan is er geen herhaling. Mm-hmm. Kijk, en dat is nog iets wat je misschien bij een amateurclub kan doen. Ik zit nog verbonden met twee verenigingen. Voetbalvereniging Engelbert en Groningthuis. Ja. Oh, en bij Engelbert lopen ook nog wel wat oudjes. Dus, maar ja, als je ze boven de 60 moet vinden, dat wordt al een stuk lastiger. Ja, precies. Maar het fijn is wel de opzet van dit gebeuren, dat ik ervan begrepen heb. We beginnen hier vandaag met de 6 minuten wandeltest. Dit is tevens de warming-up die jullie de komende weken zullen gaan doen. Dus jullie kunnen er alvast een beetje aan wennen.